ja, het is wel lekker om een dagje goed te douchen en een keer goed schoon te maken en een keer lekker te blijven liggen. Ja, zwembadje in denk ik, een goede biefstuk erin. Het goede leven. Het goede leven, hè? Ja, want normaliter sta je 5-6 uur op? Ja, maar we hebben ook al een keer de eerste rij om 4 uur moeten vertrekken, dus dan moet je om 3:30 eruit. Dus dat is echt vroeg. Ik denk dat je vanavond om 3:30 erin gaat. Dat zou goed kunnen. Ja, het gaat echt goed. We zijn gewoon op 7 begonnen. We komen recht om uit te rijden. En ja, natuurlijk probeer je wel een beetje te knallen. Maar het gaat allemaal goed. Ik heb nog geen valpartij gehad, nog niks gestoten. Ik heb wel een paar mensen voor de helikopter voor mogen bellen. Dus die hebben wel van alles meegemaakt. Maar ik ben tevreden. Het gaat allemaal zijn gangetje. De rally is nog niet echt hard gemaakt, zeg maar. Er zijn wel wat crashes hier en daar. Maar nog niet echt zo'n rare dag als vorig jaar. Dan in juni met zoutvlaktes en bla bla bla. Toen vielen er in één keer in één dag heel veel mensen uit. Ja, nu over het algemeen blijft iedereen er wel in. De nachten zijn ook kort. Daar had iedereen ook voor gewaarschuwd. Je slaapt weinig. Lange dagen. Maar ja, als je op de motor zit, krijg je het eigenlijk allemaal niet mee. En dat is gisteren ook bij 550 kilometer special. Op een gegeven moment ben je over de helft, dan begin je gewoon met aftellen. En als je je ritme lekker hebt gevonden, dan gaat dat prima. En ik voel me eigenlijk er fijn bij, dus het valt allemaal wel mee. Ja, wat is je het meest bijgebleven van deze eerste week? Regen. Regen.